moment. What would you do if a vicious enemy suddenly started coming at you, armed to the teeth and ready to kill you? Ik ben Toby, minder bekend als DJ Native. En ja, ik ben DJ, turntablist, whatever. En ik zit onder andere bij IJs. En ik ben DJ van Macro, Eindhoven. Ik ben ook solo DJ, hip-hop DJ, battle DJ, een beetje wat je wil. Was zeker aan een battle meegedaan of zo. Eerste keer niet zo'n succes. Vorig jaar bij de DMC vierde geworden, wel aardig. Dit jaar hopelijk weer een paar keer en voor de rest ja, veel optreden met Macro en ja, zoveel mogelijk gigs in. Ja, draaitafelen is voor mij altijd, altijd een soort ja, iets heel aantrekkelijks geweest. Ik ben denk ik op mijn 16 of mijn 16 of zo heb ik voor het eerst echt draaitafels met draaitafels gespeeld en zo en met mixen. En dat was zeg maar echt nog heel dance gericht, echt house en mixen. En, maar toen ik voor het eerst een mengpaneel zag en aanraakte, ja, was liefde op het eerste gezicht. Het heeft een tijdje geduurd echter voordat ik echt aan de gang ging met hip-hop en turntablism. Ik ben op een gegeven moment een beetje gaan scratchen bij vrienden van mij in een band. En, maar dat liep allemaal op niks uit en ik was ook helemaal niet bekend met turntablism als fenomeen. Alleen het trok mij zo erg, dat scratchen, dat ik me erin ben gaan verdiepen. En dat is nou zo'n drie à vier jaar geleden. En toen ben ik echt me gaan focussen op scratchen en het hele gebeuren rond turntablism. En dan zie je natuurlijk helden als Q-Bird en D-Styles en Mixmaster Mike en DJ Shadow en dat soort lui zie je aan de gang gaan. En aanvankelijk is het zo mysterieus en zo aantrekkelijk voor je om te gaan ontdekken wat ze nou eigenlijk allemaal doen. En ja, als je daar eenmaal mee bezig bent, dan is het zo'n verslaving dat je gewoon, althans voor mij, dat ik er sindsdien niet meer vanaf ben gekomen. En ja, altijd nog creatief ben. Ja, wat ik vind van turntablism in Nederland is, de scene is vrij klein. Is ook altijd vrij klein geweest. Maar het lijkt de laatste jaren met de opkomst van hip-hop toch wat grotere vormen aan te nemen. Wat serieuzer, wat hoger niveau te worden. En ook wereldwijd lijkt het zich steeds harder te gaan ontwikkelen. Het vindt steeds meer muzikale vormen in plaats van alleen scratch over beats en alleen hip-hop. Het gaat ook steeds meer de kant op van dance en andere vormen. Ik denk dat het die kant ook wel op zal blijven ontwikkelen. En dat scratchen veel breder wordt dan het nu al is en veel breder geaccepteerd ook wordt. En ja, waar het uiteindelijk terecht komt, moeten we nog maar zien. Ja, op dit moment zit ik dus bij Macro in de act. Ik ben daar dus DJ. Ik maak eigenlijk geen beats, die worden voornamelijk aangeleverd door beatcreators uit de buurt. Ik ben voornamelijk dus ook gericht op het live optreden, iets wat ik heel leuk vind. Ik scratch daarbij, doe ik altijd een stukje solo, een stukje juggelen, whatever, wat het publiek leuk vindt. Ja, ik heb het altijd leuk gevonden om live te spelen. Ik treed ook graag op, zoveel mogelijk. En ja, ik hoop het ook zoveel mogelijk te kunnen blijven doen, maar het zit op dit moment erg goed in de lift. Het gaat heel goed, iedereen vindt het leuk. Ik doe het pas sinds een jaartje, een klein jaar, drie kwart jaar zit ik bij Marco als DJ. En
Ja, ik denk dat het nog wel dat er nogal hard voor uitgaan. Dus dit jaar komt het album uit, Alte Naïef. En waar ik de sketches op doe. En ja, waar de nodige vernieuwende dingen op te horen zullen zijn. Dus ja, hou het in de gaten. Ja, mijn draaitafels, dus mijn derde paar of zo. Ik heb ook al een paar Gemini's gehad, waar ik overigens best tevreden over was, maar het is gewoon niet helemaal top. En ik heb hiervoor een paar V-loops gehad, een soort universele draaitafel, hele sterke motor en zo. Daar was ik ook niet helemaal tevreden over. En zelfs, ja, het is de standaard. Ze zijn vrij duur, maar je schrijft er ja, ook weinig op af, dus het is eigenlijk een goede investering. En ja, ik vind ze er gewoon vind ze er mooi uitzien. En ja, overal waar je komt staan ze. Dus ja, als je optreedt, kun je ervan uitgaan dat er SL staan. En het is wel handig dat als je een setup voorbereidt, dat je gewoon op de draaitafels sketcht waar je thuis op oefent. Die mixer, ja, Vestax, ik hou ervan. Je hebt verschillende soorten. Ik heb hiervoor heb ik een gewone, dit is een 06, een PMC 06. Ik heb hiervoor heb ik een gewone gehad, dit is een Samurai, heeft digitale crossfader. Maar waarom? Ja, omdat het een koopje was, heel eerlijk gezegd. Ik heb thuis even een Pioneer staan, maar ja, die neem ik altijd mee voor bij optredens en zo. En deze is eigenlijk voor thuis gebruik, voor opname, dat soort dingen. Voor live gebruik, dus de Pioneer. En, ja, dat is een beetje het verhaal rondom de bier. Hey yo, this is for anyone. Fuck it. You shut up and listen. Op dit moment ben ik voor mezelf nog bezig aan een aantal dingetjes, tracks, mixtapes. En nu mijn laatste hand aan leggen op mijn eerste officiële mixtape. Die komt binnenkort online, binnen nu een aantal weken. Wordt gewoon gratis te downloaden, ook hier op IJs. En ja, dan gaan we snel weer door met de tweede mixtape, want ja, het bevalt wel goed. En ja, dus wat dat betreft hou je ogen en oren open. Oh,